mening. De Druktemaker! De Druktemaker is op vrijdag Kees van Amstel. Dat is heel zakelijk gezegd. Ik zou graag weer wat vrolijks brengen vanaf deze plek. Maar ja, ik zit ook maar in mijn eigen bubbel. En we moeten nu allemaal in onze eigen bubbel blijven, zei iemand me deze week. In je bubbel. Maak je geen illusies. Ook voor corona leefde iedereen in Nederland in zijn eigen bubbel. De linkse bubbel, de rechtse bubbel, de witte bubbel, de zwarte bubbel, de arme rijke, Randstadbubbel, de boerenbubbel, de milieububbel, de bijbelbubbel en nogal aanwezig deze week de koninklijke bubbel. Alleen botsen de bubbels steeds vaker. Ik zit zelf in een bubbel waar de moord op de Franse docent Samuel Paty hard is aangekomen. Het kwam ooit nog dichterbij. In 2004 was er in Nederland de moord op Hans van Wieren op het Haagse Terra College. Mijn school kreeg in die tijd nogal wat leerlingen van datzelfde Terra College. Dat was de eerste harde wake-up call dat er iets aan het veranderen was in het onderwijsklimaat. Ineens ging het over metaaldetectoren bij de ingang. En bij mijn vrienden ging mijn imago van saaie leraar ineens naar thrillseeker. En ook wilden ze sneller hun geleende spullen terug. Ik was vast de volgende. 16 jaar later dus weer in Frankrijk. Iedereen was geschokt. Nou ja, iedereen. Was iedereen wel geschokt? Waar blijft die openlijke geschokte reactie in Nederland? Mm-hmm. Maar vanuit de politiek vooral is het muis stil. En ja. Het is Frankrijk, het is om de hoek. Fidan Ekis, presentatrice van de vooravond, klaagde deze week in haar programma dat er weinig ophef was in Nederland over de moord op de Franse docent. Zeker in vergelijking met Black Lives Matter. Nou, en dan gaan er wat andere bubbels open. Niet alleen kreeg ze een serie doodsbedreigingen, maar misschien nog wel naarder op Twitter, ja, ik weet het. Is er dan ook een serieuze witte journalist als Frederike Geerdink, NRC, Groene Amsterdammer, die zegt op de vraag hoe Fidan Ekis aan haar presentatiebaan is gekomen, dat komt omdat het een vrouw is met migratieachtergrond, met oppervlakkige meningen die wit Nederland kan verdragen. Jesus, ik ga er ook wel eens in hoor, met gestrekt been. Maar dit is iemand bij haar volle verstand. Ja, en helaas stuurde me iemand toen dit Twitterbericht. Naar aanleiding van de moord op de Franse docent postte iemand dit bericht. Klopt de berichtgeving wel? Hoe onthoofd je iemand met een keukenmes? Dat kan toch helemaal niet? Er zit toch bot en zo? Oké, dit kun je vragen als je bij CSI werkt, maar niet. Ik ga door. Iemand reageert en dan gaat ze verder. Ik vind het nogal een sterk verhaal. Denk op zijn hoogst keel doorgesneden, maar onthoofde past in het barbaarse moslimsframe. Docent is gruwelijk vermoord, maar het dan vooral erg vinden dat er misschien nare beeldvorming voor moslims uit voorkomt. Maar dit kwam niet van het zoveelste gekkie of een extreme moslimsite. Nee, maar ook tot mijn verbazing van een mevrouw uit Nederland bij haar volle verstand. Het wordt nog wranger. Deze mevrouw, Arsou Aslan, is zelf docent in Nederland, naar verluid op een basisschool in Amsterdam. En deze mevrouw Aslan maakte deel uit van de diversiteitscommissie van onderwijsvakbond AOB, zo schijnt. En blijkbaar zat ze ook nog in de antiracisme podcastclub van Anousha Nozoume. Maar vooral zelf docent. Denk hoogstens keel doorgesneden. En het mag, hè, vrijheid van meningsuiting. Maar nergens een straaltje van empathie. En dat je slechts ingaat op de technische aspecten van een onthoofding. Ik ben toch niet snel stil. Maar in wat voor bubbel zit je dan? Misschien moet er ook maar snel een tijdelijke lockdown op social media komen. Niet dat het helpt, maar misschien geeft het de broodnodige rust voor bezinning. In al onze bubbels. De Nieuws BV. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.